Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, hartelijk welkom bij deze nachtmerries. Nee, het is een nieuwe game, een nieuwe let's play die we compleet gaan spelen. Het is een best pittig spel, een vrij cool spel. Een spel wat eigenlijk heel erg in de media was, omdat het 5 jaar lang heeft geduurd voordat ze deze game klaar hadden. En een week gaan we spelen. Het neemt je mee naar een nachtmerrie. Nou ja. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic. And there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the... Ik gooi er eerst even een ondertiteling onder. Voor de mensen die kunnen meelezen. Dat hoop ik. Let op. Poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why. But there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest. And it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Oké, vertaling. Hij vertelt dus, er kunnen dingen gebeuren in de nachtmerrie. En hij is een schrijver, Alan Wake. I always had a vivid imagination. But this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Het begon met een droom. Following a typical nightmare pattern, I was late. Desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. Ooh. Ja, kom op, niet slapen. Dat hoort niet in mijn droom. He was dead. Shit. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Dat ga je krijgen als je mensen aanrijdt. Oh. Oh. Suddenly his body was gone. Oké. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Oké, jongens, dit is de game. Het is dus een third-person shooter. En we moeten even de camera gaan kijken. We moeten even het licht gaan kijken. Nee, hij vertelt dus, hij is een schrijver en we zitten in een droom. De droom van Alan Wake. En de droom is eigenlijk veranderd in een nachtmerrie, om het zo te zeggen. Het is even pittig, want het is lang geleden dat deze game, dat ik die heb gespeeld. En de graphics zien er ontzettend mooi uit. Ik vind het prachtig. En even kijken, waar gaan we nu heen? We moeten naar de vuurtoren. Ja, hij zegt van, er wacht iets belangrijks voor me in die vuurtoren. Ik moet naar die vuurtoren toe. Dus dat gaan we ook gelijk doen. Oh, chips. Oeh, nee, is dat voor me? Oké. Rennen. Kom, rennen. Waarom rent hij niet? Hoe ren ik? Hij zit achter me. Oké, jump. Zit hij nog steeds achter me? Oh. Oké, dat zijn de monsters. En die moet je... Huppakee. Prestatie ontgrendeld. Dat kunnen jullie niet zien. Good work. Oké, dat zijn dus de vijanden in de droom. Het zijn dus een soort van geesten die je moet bestrijden. Een deur. Hallo, bord. Wat zegt dat bord? Het bord zegt... Voor opa wandeltochten. Dat is zo. Dit zijn gewoon echt opa wandeltochten. Als je gewoon een jaar of 60 bent en je wilt zo'n wandeling maken. Oké, dat ziet er niet goed uit. Dat wordt rennen. Rennen, Ellen!
Zo komen we al snel bij die vuurtoren. Welke kant? Is dat ding nog steeds achter me aan? Ja, volgens mij wel. Oh! Oh, rustig aan. Er gebeurt helemaal niks. Go to the lighthouse. Oké. Ik denk dat we niks aan hem hadden. Ik denk, I was trapped. There was no way out. Hij vertelt ook wat er allemaal gebeurt, hè? Oh, er gaat de televisie aan. Een oog. Dood, dood, dood. Lekker vrolijk allemaal hier. Wat gebeurt er, joh? Oh shit, ik moet eruit, ik moet eruit, ik moet eruit. Hoe ga ik eruit? Ik wil eruit! Jongens, help mee, help mee. Dan kunnen we... Follow the light. Volg het licht. Oké, ik ga naar het licht toe. Ik weet niet wat er is, maar... You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Oké, ze zeggen in het licht ben je ja, veilig. Dus zeg maar, als je dicht staat, dan ben je ook geheeld, zie je het? Dus je leven weer terug. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green. Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Volg mijn licht. Dames en heren, mijn naam is Rob van de Eigenaarsje Tuin. En we gaan vandaag deze mooie, zachte, lieve, grote trap in elkaar zetten. En dat doen we met Harry Potter's bezem stil. Ja jongens, maar dit is echt bizar. Dit is gewoon een droom jongens waar we in zitten, hè? Dit is de droom van de schrijver van Alan Wake. En we gaan een revolver pakken. Kijk, en hier komt het echt een schietwerk. Daar zit een monster. Pik op revolver ammo, dat doe ik. Pik op de flashlight. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Okay. Pick up the revolver. Ja, dat probeer ik. Waar is die? Oh, daar. Zo. Ik denk dat we moeten schieten. Ga dood! Hè? En zo doden we geesten. We moeten dus eerst het licht van hun afschijnen met de... of we moeten hem zeg maar met de zaklamp moet je een soort van... protectie van hem weghalen. En als dat weg is, kan je pas schieten. Heel simpel. Oh ja, dat is in zijn verhaal. De vuurtoren was de enige veilige plek in de hele wereld. Zo heeft hij dat waarschijnlijk zo geschreven, denk ik. Dus wat wij nog gaan doen, is op zoek. Oh jee. Die! Oh, hij vindt hem beneden! Oh, daar is hij!
Hallo meneer, wat komt u doen? Gaat u me opzoeken? Kom maar. Woe! Gaat goed. Huppakee. Gnoom. Oké. We kunnen veilig naar beneden. En later in de game kan... Zo! Twee zelfs! Oh god. Yeah! We hebben nog genoeg kogeltjes. En je weet, als we in het licht staan, ben je veilig. Dus je zou op zich kunnen rennen hier naar het licht. En dan ben je sowieso vaak veilig. Wat kunnen we hier even? Een flare gun ammo. En wat hebben we nog meer? Nog een flare gun. En een ander wapen. Nou, we nemen gewoon de gewone pistool. Maar de flare gun kan je inderdaad gebruiken voor de wat grotere monsters uit mijn hoofd. We kunnen het trouwens wel gaan gebruiken nu hoor. Let op. Er komen nu wel een aantal mannetjes. Let op. Wauw. Dat ging goed. Wat vet, jongen. Gewoon drie monsters in één. En weer nog wat? Nee. Oh, we zijn bijna bij de... Oh, we zijn er bijna. Oh. Oké, en rennen. Ik hoor iets. Waar zit hij? Laten we gewoon gaan rennen. Oké, we moeten rennen. Oh shit. Kom rennen, Ellen, kom op. Dat staat ook in je boek. Rennen. You run to the fire ding. Zit hij nog steeds achter me? Oh shit. Dat zag er niet goed uit. Kom, rennen! Kijk, en we moeten naar het licht toe. Zoals... Oh, shit. Dat ziet er niet goed uit, jongens. Kom binnen! Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Lelijke vriendin, hoor. Oh. Nou, dit is welkom uit 2008. Welcome to Bright Falls. Oh, en er komt dan toevallig een trein voorbij als die camera onder de brug doorgaat. En Bright Falls is dus de plek waar het ook merendeels afspeelt, het spel. Je gaat naar Bright Falls om eigenlijk een vakantie te hebben. Omdat ik eigenlijk gewoon een diehard schrijver ben. En zijn vriendin vond het een beetje van... Ja, niet 100% dat ik elke keer met mijn hoofd bij het schrijven zat. Dus zij neemt jou mee... En jij eigenlijk ook haar op een tripje naar vakantie. En we zitten nu heerlijk op een boot. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Oké, hij wil dat ik... I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Ze wil dat ik naast die oude man kom staan. Hallo, oude man. Hé, ben jij het zoon? Ik ken u niet eens, meneer. Wat op. Je stinkt. Ja, heb je... Kom maar, neem maar een shot. Huppakee. If you don't mind me saying, I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. Maar die gezichten zijn wel echt heel realistisch gedaan, hè, vind ik. Echt heel knap gedaan. Presumptuous of me, but
I'm the night host at the local. En die mooie kale kop. Kan je zo een eitje opbakken, geloof ik. Als je kale hoofd hebt en je legt een eitje erop kan je, en het is echt warm, dan kan je voor mij ook bakken hoor. Vind ik het wel knap hoe je het eigeel bij elkaar houdt, zeg maar. Nou, heb ik nou geposeerd? Hier, neem maar een foto. Ik ga wel zo, ja. Kijk, ik ga wel hier staan zo. Kijk, dan maak je een mooie foto van mijn borst, van mijn fetus. Zo. Very nice. I got a couple of really good ones. Ja, die laatste waren niet goed, hè? That's cute. Right. Telefoon. Yeah. Hey. Bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. Is er nog een man hier van het leger? Oh, dat vind ik nooit. Dat vind ik nooit relaxed. Als iemand van het leger is. Ik ga even naar die man toe. Wie is dat? Hallo, bent u van het leger? Zit hier ook zombies op het eiland? Nee, gaat u gewoon mee voor de zekerheid. Van... Een wapens erachter? Textmessage van Barry. He says hi to you too. Oké, we zijn er bijna. Oké, dat hert. Come on, let's get back to the car. Al wat lief, joh. Volgens mij is het net get back to the car. Lief Ferry, nou dat wil ik niet. Ik wil even genieten van het uitzicht. Wat joh, is dat een rendier of zo? 68 annual Peerlen of zo. Oké. Nou, daar gaan we. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. A Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. En? I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. Doei. Laat me nou maar een keer alleen. Zo denkt hij, hè. Zo denkt hij. Jullie snappen het precies van. Nou, laat me nou maar lekker even mijn gang gaan. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the O'Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. Ooh. I got the cutout from the bookstore. Heb je allemaal boeken, mevrouw? Dat is even. Toch niet alle boeken, denkt hij. Oké, we zitten nou dus in een cafeetje. En we moeten Carl Stuckey vinden. En waarom staat dit stomme dienblad ervoor? Dat houdt mij tegen. Because it'll break your heart when you... And awake, the sudden stop. Here is no longer human. Nothing but right. Black coffee under so a much thin layer for quiet of skin. Vacation. Yeah, that makes two of us. Er zit een man met een lekker bakje koffie. Koffie. Hij is volgens mij van de... Hier, ranger. Party ranger. I'm having a conversation with Alan Wake. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut. Number 6 in the jukebox. Okay. I do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Ja, daar komt hij. Ik moet een liedje opzetten voor hem. Want zijn benen slapen, zei hij. Now that's what I'm talking about, yes! Oh, ik hoor muziekje. This is it. I've died and gone to hell. I put a line in the coconut. Oh, wat een rotnummer is dat, jongen. Pick up coffee? Mevrouw, bent u de kat weer kwijt? You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hallo? Oh, dit is creepy.
Hello? Hoi. Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Mevrouw, waarom komt u zo eng over in filmpjes? U bent echt creepy. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Wauw, die vrouw komt echt heel creepy over, joh. Geen schrik-effect, hè? Nee, goed zo. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid. Damn, Hedia. Okay. Damn. The Andersons. They're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the call. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Okay. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here on PBF FM. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Oh, it's andersom. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while and see those stars. Oh, and daar is ons huisje. Alleen we hebben geen sleutel. Dus dat wordt denk ik een probleem. Oké, mensen, dit was het voor deze aflevering. Maar de volgende aflevering gaan we verder met Alan Wake. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En kijk zeker morgen verder naar het volgende part. Want dan gaan we zeker verder spelen. Het is een hele vette game en het wordt zeker nog veel vetter dan nu. Doei doei! En ik heb de flashlight. Ik weet het. Ik ben oké.